En eigenlijk vind je dat een beetje terug, zozelfde vergelijk met Jeruzalem in Handelingen. Handelingen 16, toen zij de steden langs reisden, hoor je dat? Dus de steden, toen zij de steden langs reisden, gaven zij hun de beslissingen die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem genomen waren, om die te onderhouden. En de gemeente dan werd bevestigd in geloof en namen dagelijks in zieletal toe. Zie je hoe mooi dat werkte? We zijn een beetje vergelijkbaar met wat er gebeurde in Jeruzalem. Van daaruit werden er dingen geboren. Van daaruit was er een stuk visie. En dan gingen ze de steden langs en Antwerpen langs. Om te helpen bouwen wat de Heer had laten zien in Jeruzalem. Dat is het verschil tussen Den Haag, zeg maar, en de andere campussen. En ik hoop dat je daar dankbaar voor bent en trots op bent, dat we een extra verantwoordelijkheid hebben gekregen van de Heer om het land te dienen. En weet je, het werkt ook wel weer makkelijker voor mij. Want ja, Erik en Hanna gaan een zaaltje huren. Ja, weet je wat dat kost, het zaaltje? Wie gaat dat zaaltje betalen? Antwerpen? Nou, Antwerpen bestaat nog niet. We hebben een nieuwe kantoorruimte gevonden in Tilburg. Wie denk je dat dat gaat betalen? Tilburg? Nou, laat ik je helpen. Wij sponsoren zeker mee. En ik hoop dat je daar dankbaar voor bent dat we een zegen mogen zijn in Tilburg. En in Rotterdam heeft een situatie met opslag. En ook weer een heel verhaal. En dat mag je echt voor bidden, want ze zoeken nu opslagruimte. En nou, er moet echt een doorbraak komen. En dus wij, als moederschip als het ware, wij zenden en we sturen en we zegenen. En we betalen ook een paar rekeningen. En dat doen we graag, omdat we houden van dit land en van België. Ja toch? We zijn meer dan alleen die lokale kerk. Vandaar die dubbele rol van Jozua en mij. En we hebben daar goed over gepraat volgens mij. Van hey, wie doet wat zo ongeveer. Hey, het jaarthema, ik ben er enthousiast over. Ik zei het al in de film. Romeinen 8 gaan we even lezen, vers 18. Het jaarthema, the world is waiting. Jouw wereld, mensen om jou heen. In de film hoor je het ook steeds weer. Ze werden meegenomen, gevraagd, steeds gevraagd. En uiteindelijk, oké, dan ga ik wel een keertje mee. En dan begint God wonderen te doen. De wereld wacht op jouw hoop, op jouw uitnodiging, op jouw uitgereikte hand. De wereld wacht op ons. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze wereld in geen verhouding staat tot de glorie die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. We leven in een gebroken wereld. En er is lijden hier. Er is pijn, er is ziekte, er is verlies. Maar er is een glorie in de toekomst bij de Heer. Die niet te vergelijken is met de pijn die we nu hebben. De schepping ziet, en dat is de kerntekst voor vandaag. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. De schepping, de wereld, ziet er naar uit. The world is waiting. Dat de wereld gaat zien, wie zijn nou de kinderen van God? Wie zijn nou de mensen die geloven? En wat geloven ze dan eigenlijk? Waarom ben je daar zo blij mee? Waarom helpt jou dat geloof dan? Waarom zit je daar elke week weer? De wereld met rijkhalzend verlangen ziet uit naar het openbaar worden wie Gods kinderen zijn. De schepping is ten prooi aan zinloosheid. Aan doelloosheid. Je kent mijn verhaal, ga ik niet nu weer doen, maar ik weet wat het is om zonder doel te leven. Doelloos. Waarom besta ik? Waarom leef ik? En als je daar geen antwoord op hebt, de Bijbel noemt dat zinloosheid, waar de wereld als het ware rondjes draait en nergens heen gaat. Als het al ergens heen gaat, gaat het naar beneden en niet omhoog. Maar let op wat God gedaan heeft. De schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daar heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Hoop is gekomen. In de persoon van Jezus. In de persoon van God de Vader die zijn liefde laat zien aan jou en mij. Hoop is gekomen in een wereld, jouw wereld, die in zinloosheid wacht op jouw antwoord. The world is waiting. En zoals we al zeiden, de wereld houdt niet op bij Den Haag. Houdt niet op in Nederland. Het houdt zelfs niet op bij België. Is er een wereld na België? Vast wel. Vraag maar aan Richandro. Ik zag hem, er waren een paar mensen van hier, die zijn in de Filipijnen geweest en die hebben wat filmpjes gemaakt. Dat gaan we richting Hart voor het Huis waarschijnlijk gebruiken. En kerkgebouw wat we hebben gesponsord in de Filipijnen. Heel, heel arm gebied waar ze een kerk aan het bouwen zijn. Dat je denkt, wauw, de wereld wacht. We zitten op meer dan 800
Compassion Kinderen. Meer dan 800 als CLC-familie. Dat is geweldig. Weer Compassion Sunday. Weer 72 kinderen erbij. En met elkaar maak je een verschil. De wereld wacht. De wereld wacht ook op onze support. De wereld wacht op wat wij kunnen doen om een verschil te maken. In allerlei vormen mogen we daarmee bezig zijn. Ze heeft hoop gekregen. Omdat de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en de glorie die Gods kinderen geschonken wordt. We weten dat de hele schepping nog altijd als barensweeën zucht en lijdt. Dat niet alleen, wij zelf ook. Die als voorschot de Heilige Geest hebben ontvangen, als een voorproefje. Ook wij zuchten in onszelf in de afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. De Bijbel is eerlijk. Het leven is niet altijd makkelijk. We lijden, we zuchten, er gebeuren dingen die je niet snapt. Hele slechte mensen gaat het heel goed mee. Hele goede mensen gaat het soms heel slecht mee. Vraag me niet hoe dat allemaal zit. Ik ben God niet. Maar wat ik wel weet is dat dit niet het eind van het verhaal is. Er is een hoop, er is een toekomst, een eeuwige toekomst bij Hem, als we Hem volgen. Waarvan Hij zegt, er komt een tijd dat alle tranen zullen worden gewist van je ogen, waar geen pijn en geen lijden meer zal zijn. Maar nu zuchten wij en zucht de schepping nog, onder het niet verlost zijn, totdat de Heer terugkomt. Maar in ons is er een hoop. Dus je omstandigheden veranderen niet gelijk, maar in ons verandert er een heleboel. Er komt hoop. Er komt Gods liefde, er komt een richting. In Matthäus 5 staat dat in de message. Let me tell you why you're here. Hij staat waarschijnlijk op het Engels op het scherm. Dan kan ik een klein beetje vertalen. Je bent hier om zout te zijn. En salt seasoning, die Gods smaak in de wereld brengt. Als het zout het smaak verliest, dan dien je eigenlijk nergens meer toe. Here's another way to put it. Hier is een andere manier om het te zeggen. You're here to be light. Bringing out the God colors into this world. God is not a secret to be kept. We gaan God niet geheim houden, alleen voor onszelf. Nee, we are going public with this. Iedereen mag het weten. En social media en die dingen die helpen enorm om te laten zien wie we zijn en wat we vertegenwoordigen. We are going public with this. As public as a city on a hill. Zichtbaar zoals een stad op een heuvel. En ik heb jullie lichtdragers gemaakt. En dan stop ik jullie niet onder een mandje. En dan staat er, shine. Zorg ervoor dat de mensen beginnen te proeven. Dat je anders bent op je werk. Niet gelijke bijbelteksten slingeren. Gewoon je houding. Zout, licht, proeven, vriendelijk. Uw vriendelijkheid is alle mensen bekend. Dat mensen beginnen te zien, hé, er is een hoop, er is een kracht in jou. Wat mij nieuwsgierig maakt. Zo belangrijk. Hier een andere mooie tekst, Johannes 4, vers 10. De Heere Jezus die spreekt daar tot de vrouw bij de bron. Overdag, hij is alleen, de discipelen zijn weg. En dan komt er een gesprekje. En dan zegt ze, Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven. En wie het is die u om water vraagt, dan zou u hem erom vragen. En hij zou u geven en u zal levend water krijgen, nooit meer dorst hebben. Dus een voorbeeld voor ons. Als jij en ik weten wie we zijn in Jezus, je hebt een antwoord. Je hebt hoop. Je kan iemand helpen. Als je mij zou vragen, dan kan ik je helpen. Als je mij zou vragen, dan kan ik je helpen je bestemming te ontdekken. Als je mij zou vragen, dan kan ik je helpen om te laten zien dat God echt bestaat en dat hij van je houdt en een goede toekomst voor je heeft. Mooi is dat, hè? Het begint bij ons, dat je overtuigd bent van jezelf. Ik heb een boodschap. Ik heb een antwoord. Niet alle antwoorden. Ik weet lang niet alles. Ik heb niet alle antwoorden, maar één ding weet ik. Vroeger was ik zonder God, nu heb ik hem leren kennen. Ik ben hem steeds beter aan het leren kennen. En er is een grote verandering hier van binnen. Ik heb ontdekt dat als je met collega's, als je met een groep, dan zijn ze vaak een beetje stoer en niet, dat geloof. Maar dan, één op één, kreeg ik vaak openingen. En dan kwam er toch een gesprekje. Soms zei ik in de groep, ja, weet je, ik ben heel blij met mijn geloof en ik ben heel dankbaar en dat doet me heel goed. Maar ja, ik snap wel, daar willen jullie niks over horen, want dat gaat over het geloven. En dan liet ik ze, en dan zag je ze, wacht even. En als je dat een paar keer zegt, in een één-op-één moment, kan je daar nog eens iets over zeggen? Je bent gelukkig wel blij met die kerk van jou, hè? Enzovoort. En dan komen de gesprekken. Ik hoorde gisteren, was trots op deze persoon bij de Vision Partners.
Er kwam iemand de piano stemmen thuis. En hij zei, ik heb zo gebeden, ik wil Gods liefde delen. En er kwam maar geen gesprek. Ja, er was wel een gesprek, maar over sport en over piano's, maar niet echt over de Heer. En op een gegeven moment kwam het gesprek daar. De opening was er, het woordje kerk viel. En hij vroeg, hoe zit u daarin? Gaat u wel eens? En toen kwam een heel gesprek. Hij zei, yes, ik mag iets delen. Ik geloof dat wat er ook in de film wordt gezegd. Wees wakker, wees bitter voor Heer. Ik wil iets betekenen. Ik wil een verschil maken in de wereld waar ik in leef. Ja, toch? Eens? De wereld wacht op jouw hoop, jouw vreugde, jouw troost, je hou vast. Ze willen zien hoe je omgaat met verdriet. De wereld ziet dat jij net zo verdriet hebt als zij. Je maakt dezelfde dingen mee als zij. Maar er is een kracht in je die jou steeds weer op doet staan. Die je steeds weer op doet veren. Er staat letterlijk in de Bijbel dat He is the lifter of my head. Dat staat, ik weet niet waar, kan iemand dat googlen voor mij? Dat staat ergens. You are the lifter of my head. U heft mijn hoofd omhoog, staat geloof ik in de NBG. Dat is wie God is. En laat het zien. Mensen, ik heb het net zo moeilijk als jullie. Ik ga niet vertellen, glorie, glorie, alles is voorbij. Maar God heft mijn hoofd omhoog in tijden van... He is a very present need in help in times of need. Dat staat er ook, ik weet alleen niet waar het al staat, maar het staat... Psalm 3, vers 3. Psalm 3, vers 3 is the lifter of my head. En die andere kan je ook googlen. He is a very present help in times of need. Dat mensen dat zien aan je. Ik worstel met dingen en ik worstel misschien met ziekte of met mensen die overlijden of situaties, moeilijke dingen, zware dingen. Maar He is a very present help in times of need. Psalm 46, vers 1. Voor degene die aantekeningen maakt. Mooie dingen om. As for me, I will always have hope. Staat in de NIV. Ik weet ook niet waar dat staat. Dat staat er allemaal. Je denken moet... Ja toch, wordt vernieuwd door de vernieuwing van je denken. Nou, dat klonk nog niet erg. Wordt vernieuwd door de vernieuwing van je denken. Hier begint het. Tussen je oren. En de waarheid van de Heer. Anyways, de wereld heeft het nodig om dit niet alleen te horen als een Bijbelstudie, maar te zien in onze levens. Hey, nummer 4, we gaan bidden en vasten. En ik wil je bemoedigen met een mooie Bijbeltekst daarover. En ik hoop dat je gaat bidden en vasten. Misschien situaties in je eigen leven waar je doorbraken nodig hebt. Gods voorziening of genezing of herstel. En ook voor ons als kerk en de stappen die we net hebben. We doen niet voor niks natuurlijk bidden en vasten na visies aannemen. Er is veel om over te bidden. En de nieuwe stappen die je hebt gehoord. En de mensen die uitstappen in een volgende next step. En misschien ben jij aan het bidden en vasten over jouw next step om de Heer te dienen. En vrijdagavond hebben we dus een Touching Heaven Night met heel veel worship en gebed. En ik wil je graag even bemoedigen met een Bijbeltekst. Maar ik kreeg nog een mooie foto, die wil ik ook even laten zien, van Living Light, Anton Selvan. En hij liet deze foto zien, 280 kerken. 280 kerken in India en Sri Lanka, dat zeg ik goed hè. Die gaan mee bidden en vasten. Dezelfde 5 dagen, komende week, 280 kerken gaan meedoen in India en Sri Lanka. Om te bidden voor Nederland. En dat is geweldig. En hij zei, er zijn ongeveer gemiddeld in die kerken zijn er 100 mensen. Gemiddeld. Sommige kleiner, sommige veel groter. Dan heb je het over 28.000 mensen. Die gaan bidden en vasten. En als je mij eerlijk vraagt, ik denk India en Sri Lanka. Sommige van die mensen hebben het echt arm. Die hebben al bijna, mag ik even gewoon eerlijk zeggen, bijna geen eten. En die gaan dan bidden en vasten voor onze kerk. Dat maakt je klein, dat raakt je. Dus dankjewel dat je dat zo opzet. En de tekst uit Matthäus 6, vers 6. Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. En 10 versen verder, vers 16. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. De Heer houdt niet van huichelaars. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht, wrijf je hoofd in met olie. Doe je dat wel eens? Zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen is, zal je ervoor belonen. Er ligt beloning in bidden en in vasten. Het principe dat je je terugtrekt op een eenzame plek. Om extra tijd te nemen voor de Heer. Om te bidden bij Hem te zijn, aan de voeten van Jezus te zitten.
om te vragen, Heer, waar mag ik voor bidden? Wat ligt op uw hart? Wat belangrijk is voor u, is belangrijk voor mij. Heer, ik wil tijd nemen om u beter te leren kennen, om u lief te hebben in mijn eigen woorden en om u te bidden voor dingen. Dus ik geloof dat God prachtige momenten voor je heeft komende week. En vrijdagavond natuurlijk met elkaar hier in de kerk. Is dat oké? Wauw, er is veel gezegd. De film staat morgen online. Dus dan kan je nog eens kijken. En mensen laten zien. En ik ben zo enthousiast dat ik hier deel van mag zijn. Can you believe we get to do this? En dat is zo leuk. Ik ben zo blij dat ik het allemaal mocht vertellen vandaag. Want er waren natuurlijk heel veel dingen op de achtergrond. Zoals Antwerpen. We mogen niks zeggen, maar niks zeggen. En dat is dankbaar, dankbaar. Had ik al verteld, wij zijn 3 weken, mochten we niet van Scott Wilson hier komen dan, hè, komende 3 weken. Had ik deze dienst nog niet verteld, geloof ik, hoor. Nee. Scott Wilson, die is onze coach, die doet het meeste hiermee. En die zei, Harold, jij moet 3 weken weg. En Mathilde ook. Mathilde zeker ook. Niet in Den Haag zijn. Je moet die jongens hun vleugels laten uitspreiden. Dus wij zijn pas weer 1 maart terug in de dienst althans, omdat Scott er dan ook is. En ik geloof dat dit een heel bijzondere stap is, historisch. Voor ons als kerk, voor ons als familie natuurlijk ook, en als gezin. Zo mooi. We gaan bidden. Heer, dank u wel voor alles wat we mogen meemaken. Dat u ons leidt. Nogmaals spreken we heel duidelijk uit, Heer Jezus, u bent het hoofd van de kerk. U geeft visie. U schrijft visie op onze harten. U laat dingen zien. U geeft ons bewogenheid. U geeft ons wijsheid. U geeft ons de energie. Als we moe zijn, dan mogen we bij u komen. Mogen we onze adelaars vleugels weer uitstrekken. U geeft ons nieuwe energie. U geeft ons bewogenheid. U geeft ons een gebedslast komende dagen. En u geeft ons heel veel vreugde en overwinning. In Jezus' naam. Hier en in Antwerpen. In Jezus' naam. Amen. Blijf even in een houding van gebed. Ik wil nog even die ene belangrijke vraag stellen. Je hoort veel, ik weet het gaat een beetje snel, maar dit is de kern. Ken jij deze Jezus, deze liefdevolle Heer, persoonlijk? Volg je Hem? Ben je een kind van God? Weet je zeker dat jouw eeuwigheid bij Hem is? En misschien wil je vandaag de keus maken. Je hebt het gehoord in de filmpjes. Er was een addertje onder het gras, zei die ene jongen. Dan gingen ze vragen, ken je Jezus, als je de keuze wil maken, doe je hand omhoog. Dat is de vraag die ik jou ook ga stellen. Ken je Hem persoonlijk? God wil niet dat iemand naar buiten loopt zometeen zonder een persoonlijke, levende relatie met Hem. Jezus is de weg terug naar de Vader. Als je wil weten wie God is, kijk naar Hem. Misschien wil je vandaag de keuze maken om jouw leven toe te vertrouwen in Zijn handen. We gaan zo een gebed bidden, gewoon op de stoel waar je zit. Heer, vergeef mij, kom in mijn leven. Neem mijn leven in uw handen, leid mij. Prachtig, prachtig. Misschien ken je dit wel, maar je bent een beetje te ver afgedwaald. Je hart was een beetje koud geworden. Je zit hier op Vision Sunday en je denkt, mensen, wat een energie. En je begint je te realiseren, ik wil terugkomen bij de Heer. Ik wil full in, niet een beetje half van de zijlijn. En je wil vandaag een nieuwe start maken. Dan is dit gebed ook voor jou. Dus misschien voor het eerst bewust, misschien dat je terugkomt bij de Heer vandaag. Ik wil vragen terwijl iedereen zijn ogen even dicht houdt. Als dit moment voor jou is, als jij zegt, dit gebed is echt voor mij. Ik maak de keus vandaag. Dan wil ik je vragen om als een teken voor jezelf, als een teken voor de Heer. Om even gewoon je hand omhoog te doen op de stoel waar je zit. Zeg, Heer, hier ben ik. Dank je wel. Heer, hier ben ik. Daar, dank je. Hier ben ik, Heer. Doe je hand even omhoog en zeg, dit gebed is voor mij. Dankjewel, daar, daar, en daar, en daar, daar. De tribune kan ik meestal niet zien, het is te donker. Zijn er nog meer? Heer, dit is mijn keus vandaag. Niet langer voor mijzelf, maar voor u leef ik. In Jezus' naam. Nog iemand? Doe gauw je hand omhoog, dan gaan we bidden met elkaar. Wil je me allemaal hardop nabidden, kerk? Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw goedheid, uw zegen. Vergeef mij voor alle verkeerde dingen. Vul mij met uw liefde. Vul me met uw Heilige Geest. Heer Jezus, wees vanaf vandaag mijn leidsman en mijn redder.
en mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen.